dit zien liggen. Hé, lady. 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 Yes. Zo! Die rijdt vol de rand! Die rijdt fucking vol de rand, man! Een hele goede morgen. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Mijn naam is Karin Stammel van den Werf. Mijn man die heet Roderick Stammel van den Werf. En het is vandaag donderdag 30 juli 2020. Ja. Wat ik allemaal ga doen, weet ik niet. Maar ik wens jullie wel heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Moet je dit zien liggen? Hé, lady. 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 Kijk eens. Cookie. Ben je mooi? Hi. Mooi meisje. Nou. Wat is je? Oeh, grappie leed. Lekker een meisje. Even uitzoomen. Zijn we hier weer aan het doen dan? Nou, het spelen. Hé, leed. Ja, zeg dat maar ervan. Mijn mama gaat eventjes de Renault dealer even bellen. Ja. Ja, ik ga de Renault dealer bellen. Ja. Ik ga de Renault dealer bellen zo, wat ik dat leuk vind. Hey meisje, hey wijfie, lady vrouw. Wat lig je weer de lekkere charmant bij ook, hè? Hi, meisje. Ja, en ik moet toch weer stofzuigen straks. Maar hij staat aan de oplader, hè? Ja. Auw! Jullie sporen niet, wist je dat? Laat Lady eens even lekker met rust. Hey. Ga naar buiten. Liggen. Balkon. Daar. Balkonen jou op. Kom. Oeh, gevaarlijke hondje van mij. Gevaarlijke hondje van mij. Hé. Hey. Kriebel, kriebel, kriebel weer. Dames, achterbalkon of zo? Ja? Kriebel, kriebel, kriebel. Het is eens allemaal aan het doen ook, hè. Edit! Ja, je spoort niet. Nee.
Gele... Oh, oeh. Hier, kom. Los. Nee, dat... Nee. Laag. Nee. Zo, tak. En je hebt je eigen knuffel. Hé, knuffelen. Ja, er. Zo, nou, ik heb maar weer lekker een omelet gemaakt, net als gisteren. En als ik dat op heb, dan ga ik eventjes medicijn innemen voor mijn pijn in mijn rug. Ik heb Roderick lekker aan de telefoon. Daar zit Spido. Nou, dat stelletje is... die ligt ook voor knock-out. Lady ligt hier voor knock-out. En Beauty hebben we daar. En ik weet wel of die ligt. Die ligt en bij de keukenbalkon deur. Nou, en ik zeg toch lekker eet smakelijk. Nou, meneer Koning ligt er ook weer hoor, op zijn troon. Ja, ja, ja. Nee, meneer Kroon. Meneer Koning. Ja, in deze stoel mag dat, hè? Jij. Ben je ook lief, ook, hè? Ga niet met een beetje staat zwieren zwaaien, kon je draaien, hè? Dat gaan we niet doen. Hé. Hey. Dat lijkt me niet handig. Ja, ik kijk jullie nou even niet aan, omdat ik zijn staat in de gaten hou. Want hij kan in één keer uithalen dan. Als hij dus met zijn staat gaat zwaaien. Dan kan hij in één keer uithalen. Of met zijn bekje en anders met zijn nagels. Dus ja. Yeah. Hé. Meneer Koning, hè. Soms denk je dat echt, hè? En dat het hele huis van jou alleen is. Nee, je moet niet daar kijken, je moet hier kijken. Ja. Je moet daar kijken in de camera, in de lens. Lulo. Nee. Dat is een Speedy die lekker bij mij, lekker als een hoofdsteuntje ligt. Nou, ik weet niet waar mijn arm last van heeft, maar af en toe gaat in deze arm spiertjes trillen. En dan zie je het ook gewoon echt in mijn, ja, in mijn arm. Dus ik denk, nou, dan ga ik even filmen. Gaat het weer lekker stoppen? Het is handig, nat. Het is leuk, nat. Nope. Nee, nou ja, het wil niet. Oké, maar ik ben lekker aan het editen. Rodi ligt lekker even op de bank. Want ik heb nog aardig wat vlogs te doen. Maar ik ga niet de hele dag hiervoor zitten. Dat ga ik niet doen. Dat weet Ro. Maar ik zal het eens even jullie laten horen, laten zien, weet ik het. Wat ik nog allemaal moet gaan doen. Hoeveel. Even kijken. Ik moet er nog 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan komt deze er in principe weer aan de stand. En dat zijn dus weer, gewoon weer 7 vlogs. Dus ik moet wel een beetje doorwerken. Ook al is het leuk om iedere keer weg te gaan. Maar morgen is Rauw vrij. Dus ik wil even morgen leuke dingen doen. Want morgen wordt het ook warm. Maar ik wil gewoon morgen even iets leuks doen. Even een leuke challenge. Die ga ik Roderick nog niet vertellen. Want anders is het geen challenge meer. Dus ja, dat wordt leuk. Denk ik. Ik heb het in mijn hoofd. Maar ook dat wordt een verrassing gewoon voor jullie. Ja.
Wat een verrassing voor jullie, maar helemaal voor Roderick. Hi. We liggen gewoon nog even op bed. We gaan er zo weer uit. Hopen dat ik weer een beetje kan lopen. Want ik heb pijn in mijn rug. En dat is dan niet Roderick zijn schuld, maar de auto schuld. Schat? Nee, niet. Vast wel. Maar wij wouden toch maandag wegrijden. Ja. Mooi. En gebeurde er toen? Toen gaf ik gas, liet de koppeling opkomen. In zijn één nog steeds. En opeens was het paspoep stil. Ja, en toen? En toen was het stop. Een beetje te hard stoppen. Ja. Zonder dat ik het wilde. En dan schoot het in je rug iets. Ja. Is niet handig, hè? Dat is niet handig, nee. Nee. Voor de rest, hoe gaat het nou met jou? Ja, wel redelijk. Ja? Ik ben blij met mijn grijze pas. Dat is mooi. Ja. Collega's zijn blij met mij, geloof ik, dat ik ideeën aanbreng. Nee, je moet daar kijken. Ja, ik zit even te denken. Wat nog meer? Dus ja, ik denk, algemeen wel goed. En ook met jou? Met mij ook wel goed. Ja, nou, dat is de andere reden. En ik hoop gewoon dat ik van mijn vader de gevraagde cadeaus krijg voor mijn verjaardag. Dat heb ik ook wel verdiend naar weet ik veel hoe lang. Ja, ja. Sport niet echt helemaal hoor. Ja, en dan? Zo! Het is koud. Je hebt je eigen deken. Ja, nou, en? Kijk. Dus? Ik heb het niet koud hoor. Ik heb het lekker koel. Nee. Ja, ik heb het koel. Ik heb het koud. Ah, wel nee. Jawel, ja. Wat maak ik het jou uit of ik het koud heb of niet? Niet vervelend. Nee, ik ben heel lief. Oh. Hoe gaat het met je slaapje zelf, hè? Weet je nog met dat eitje? Dat eitje? Jij is nog mij op mijn neus kapot. Ah. Hoe ging dat ook alweer? Nou, je zegt, nou, sla maar op mijn voorhoofd. Hier. Een ei. Doet ze. Hier. Een bloedneus geslagen. Met een ei. Lekker dan. Dan moet ik nog terugkomen, want het ei was nog niet kapot. Nou, echt niet. Jongen, jongen, jongen. Mishandeling, hè? En naar je eigen man toe. Ja. Nee, wij gaan er zo lekker weer uit. En dan weet ik nog niet wat we gaan doen. Nee, want hier word ik ook lui van. En dit is ook niet goed voor mijn lichaam. Nee. Ik moet gewoon in beweging blijven. Nee. Nou, het gaat wel een stukje beter naar het inmasseren van het geweldige balsem. Tijgerbalsem! Nee, ja, lekkere tijgerbalsem. Heerlijk, heeft Roderick gedaan. Daarna werd ik niet echt heel erg jovel, gezellig, wakker. Zo. Sta je? Ja, voor de stapstreep, ja. Zo dan. Zo. Voor de stapstreep. Nee, maar ik zag in één keer dit haar doen. Ja. Haar, hem, wat is het? Het. Het. Een hetje, oké, okay, ja, handig. Nou, Ro die vroeg dus of ik even meeging naar... Ja, hou maar. Die vroeg dus of ik lekker meeging. Nou, dat ga ik dus ook. Wat we morgen gaan doen. Joost mag het weten, ik weet het niet. Joost? Nee. Joost wel, ja. Ik heb geen Joost niet. Nee. Ik heb wel ik een Joost, niet. Maar niet de Joost die ik nee, heb. Precies. Ja, hoi kort schatje. Ja.
Kijk, dit gaat ook hard. Want hier, ja, lekker Jean-Paul. Maar hier gaat dus ook al aardig gewerkt. Ja, mooie sluier zo. Wat wordt dit gaaf dan in één keer, hè? En dan ben je al binnen geweest ook, hè? En dan, ja, jij ook. Je stond er gisteren nog niet eens. Nee. Jeetje, Mina. Een plantenbakje? Nee. Hier kunnen mensen zitten. Ja, maar dan kan een plantenbakje. Ja, ook. Nou, ik laat hem wel even aanstaan. Ja, we mogen weer. Ja. Jeetje. Dit stond er gisteren nog niet eens. Kijk, dan zijn ze hier alweer bezig met... Ja, met platten. Jeetje. Wauw. Die gaat ook. Kijk, parkeervakken al. Jeetje. Zo dan. Zo, nou, de beleidingen en de parkeervakken zijn al aangegeven bij de McDonald's. Dus dat gaat hard. En ze zijn hier heel druk bezig. Dat hoor je wel aan het geluid. Drillboarden. Ja, kan ook. Ze zijn gelijk tegels aan het zagen en die worden dan gelegd op het gestampte gedeelte. Ja, ja, kan ook. Denk ik wel. Oké. Desken. Desken. Mijn desken. Wij gaan die auto die hiervoor staat volgen. Het is een hele mooie sterauto. Wij hebben nog... Je witte. Nog rood. En ze hebben ook hele mooie strepen. Zo! Die rijdt vol de rood! Mensen doen niet. Die rijdt fucking vol de rood, man! Zo! Zit er op te letten, ja. Die rijdt toch helemaal de rood, joh! En er gebeurt niets. Zo dan! Jeetje, Mina! En er gebeurt gewoon helemaal niets. En weer op hetzelfde bekende plekje, hè? En met mijn kerstverlichting. Waarom ook niet? Het is hartstikke leuk, toch? Ja, heel leuk. Vind ik wel. Ik heb hele kleine oogjes. Ja! Schrik je toch van? Nee hoor. Nee, lieve kijkers, lieve familie, lieve vrienden. What else? Ik weet het niet meer. Nee, ik ben te moe. Nee hoor, grapje. Maar ik ga wel zo meteen lekker naar bed. Dus wat betekent dat? Dat ik deze vlog lekker weer ga afsluiten. Samen met deze lieve, schattige, handige Harry. Is Harry mijn, nou weer? Mijn lieve buddy, mijn lieve vriend, mijn lieve man. Mijn knuffelbeer, maar alles. Ja. Maar om dus een outro even kort te houden, want anders wordt hij wel heel lang weer gezellig. Wij willen jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ik zou zeggen, abonneer even hier. Doe gelijk het belletje aan. En doe een leuke duimpje omhoog. Want dan word ik overal gevonden. En als je dan toch lekker gezellig weer bezig bent, laat dan ook een leuke reactie achter. Want dan reageren we continu gelijk weer lekker terug. Nou, niet gelijk direct continu, maar... Als ik voor de computer zit, dan reageer ik. Wie wil dat nog? Nou. Jij denkt? Ja, denk het wel. Hey, dank jullie wel voor het kijken. Tot morgen bij een gloednieuwe vlog. En dan zeg ik altijd, dank jullie wel. Dikke tuut op jullie snuit. En tot morgen. Doei!